SV Urk-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff Achting en No Milk Today. De opkomst van SV Urk tegen voetbalvereniging Staphorst op zaterdag 3 februari 2024 onder leiding van scheidsrechter De Brito Roquet. Onze pupil van de week wordt voorgesteld aan het publiek en dat is Wesley Heinz. Wesley Heinz mag op doelman Daan Zwintselman van voetbalvereniging Staphorst afgaan. Met wat schaarbewegingen passeert hij daar de verdediging van Staphorst en probeert daar te scoren. Heeft daar wel even in tweede instantie dat hij toch nog de mogelijkheid krijgt om te scoren. En legt hem even terug door de keeper en dan scoort hij inderdaad zijn doelpunt van de dag. Wesley Heinz scoort die 1-0 aan het begin van de wedstrijd. Waarbij Urk goed uit de winterstop komend. 1 gelijkspel en 2 overwinningen. Aansluiting bij de middenmoot. En voor Staphorst gold dat ze eigenlijk in wat moeilijke positie zitten. 1 plaatsje boven de promotiedegradatieplaatsen. En het was in de eerste helft en in het begin dat beide ploegen wel degelijk de aanval zochten. Waarbij in eerste instantie Staphorst de aanval via de linkerkant. Er komt de voorzet, maar die komt in veilige handen van doelman Strijker. En die weer terug is na een blessure van vorige week opgelopen in Nijkerk. Staphorst weer via die linkerkant, want dat was toch de opzet om daar veel balbezit te creëren. Is het terugspelen van iedereen, zo doelman Strijker. En Strijker mist daar op een ontzettende manier. En dan is het Damian Schra die daarvan profiteert. Na 20 minuten staat Staphorst voor met 0-1. Na die volledig mistasten van doelman Strijker. En tot teleurstelling van alles wat Urk is. Want op dat moment was Urk toch de wat beter voetballende ploeg. Maar ze komen wel op een 0-1 achterstand na 20 minuten. Vanaf de aftrap neemt Urk meteen het initiatief naar voren. En is het Staphorst dat probeert uit te verdedigen aan die linkerkant. En dan is het de bal binnenhouden. En is het uiteindelijk toch balbezit voor Jan Ras. Jan Ras, Johannes Schrijver. Johannes Schrijver, een mooi paasje naar Lucas Tol. Lucas Tol legt hem dan breed op Lucas Graal. En Lucas Graal ziet bij de tweede paal dat Ieder Nentjes staan. En Ieder Nentjes die legt hem mooi breed op die tweede paal naar Pieter Brands. En in dezelfde minuut scoort Urk 1-1. En is alles weer in evenwicht en een verdiende evenwichtstand. Want het was Pieter Brands die op een schitterende manier vanuit een volley de 1-1 liet aantekenen. Tot ongenoegen van doelman Daan Zwintselman. Staphorst aan de buitenkant, via de linkerkant weer uitverdedigen via Lucas Tol, maar niet ver genoeg. Naar de buitenkant wordt aangespeeld en dan is het uiteindelijk Klaas Kramer die opruiming weet te zorgen. En dan is het Rikert Nentjes via Pieter Brands. Pieter Brands die daar een ongelukkige overtreding maakt op een van zijn tegenstanders. En beide hebben even de verzorging nodig, maar gelukkig konden ze allebei de wedstrijd hervatten. En dan zijn we halverwege de eerste helft bij die 1-1 stand. Staphorst dat probeerde toch de tegenaanval te zoeken. Doet dat nu aan de buitenkant via Frank van den Burg. Legt die bal voor richting tweede paal. En is het Strijker die de bal niet ten koste van een hoekschop kan redden. Maar die hoekschop die leverde voor Urk geen gevaar op. En er zit de inworp voor Post. Post die weer op de linker vleugelpositie stond. En dan is het uiteindelijk toch Staphorst dat via een voorzetje en het niet goed pareren van Strijker. En is het uiteindelijk Seel Bos die vlak voor rust in de 43ste minuut van de wedstrijd Staphorst op een 1-2 voorsprong zet. Op een heel belangrijk moment in de wedstrijd. En Strijker denkt van wat overkomt me vandaag. Eerst een over
toch een mistassen bij die 0 tegen 1. En nu de Rome niet genoeg ingrijpen bij de 1 tegen 2. En zo gaan we de rust in bij een stand van 1 tegen 2 in het voordeel van Staphorst. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff Achting en No Milk Today. Dan beginnen we bij die 2-1 voorsprong voor Staphorst aan de tweede helft met de aftrap voor SV Urk. En is het Urk dat eerst de bal even rustig terugspeelt. Maar dan is het uiteindelijk toch Staphorst dat in balbezit komt aan die rechter buitenkant. Via de voorzet. En dan is het Urk dat wel probeert uit te verdedigen, maar dat niet helemaal goed doet. En dan komt de inworp met een hele verre richting de eerste paal, richting tweede paal. En een kopbal richting de kruising. Maar dan is het Strijker die zijn mistasten in die eerste helft goed maakt door een mooie reactie. En dan komt die cornerbal waarbij wat chaotische reacties in de verdediging van SV Urk. En dan is het Dirk Muis, de captain van Staphorst, die Staphorst al direct in die tweede helft op een 1-3 voorsprong zet. En zo moet Urk in de achtervolging, want 1-3 achterstand op het eigen terrein. En dan krijg je een heel aanvallend Urk met vooral aan die linkerkant waarbij Lucas Stol legt die bal voor. En dan is het Pieter Brands die probeert in te zetten, maar uiteindelijk is het dan toch Julius Duit die vlak voor dat Pieter Brands gevaarlijk kan worden ten koste van een hoekschop redding brengt. En dan begint het grote wissel gebeuren bij SV Urk. Komt Klaas Romkes als extra aanvaller in het veld. En hij vervangt Post. En dat is een extra aanvaller om te proberen de druk op Staphorst wat groter te maken. Want kansen wist Urk niet te creëren. Al waren ze wel de meest aanvallende ploeg. Tot de 16 liep het allemaal redelijk goed. Maar dan de kansen kwamen er niet. En de ruimte die dan toch in de verdediging van Urk gelaten wordt, die weet Staphorst niet altijd te benutten. Want grote mogelijkheden kregen ze wel degelijk. Nu is het invaller Klaas Romkes. Klaas Romkes, de voorzet mislukt. Maar een herkansing voor Lucas Stol. Lucas Stol met een van zijn individuele acties. En een afstandsschot, maar dat gaat recht in de handen van doelman Swinselman. En levert verder geen gevaar op voor Staphorst. En zo hebben we nog 20 minuten te gaan, waarbij Tim Ras en Lucas Nagel in het veld komen. Hij vervangen Klaas Kramer, ook een extra aanvaller met aanvallende impulsen. Want Lucas Nagel, na zijn langdurige blessure, weer terug in het elftal. Nu al zijn invalbeurt. Maar hij bracht wel degelijk wat extra lijn in die aanval van SV Urk. En dat leverde in die laatste 20 minuten wel degelijk mogelijkheden op voor de ploeg van Peter Wesseling. Ook Martin Verbaan die daar het veld in komt. En zijn eerste actie, dat kunnen we nu zien, levert meteen een kans op. Er zit eerst Riekeld Nentjes richting Verbaan. Verbaan probeert dat te schieten en dat doet hij ook, maar recht in de handen van doelman Swinselman. Dus Verbaan geeft meteen zijn visitekaartje af. Voorzet van Tim Ras die voor iedereen uitgaat en is het geen gevaar meer voor Staphorst. Dat op dat moment verdedigend toch wat moeite had om die aanvallende impulsen en met name door die extra inbreng van aanvallende krachten moeite kon weerstaan. Nu zit Lucas Stol. Lucas Stol weer voor het doel. Dan is het Klaas Romkes die zijn inzet gepareerd ziet door eerst een verdediger en daarna door doelman Swinselman. En zo gaan we heel langzamerhand naar het einde van de wedstrijd waarbij de stand nog steeds 1-3 is. En Urk heeft het wel degelijk geprobeerd om de kansen te benutten met nog één afstandsschot van Riekeld Nentjes tegen de paal. Maar verder dan dat kwamen ze niet. En uiteindelijk gaat Urk deze wedstrijd toch met een 1-3 verlies naar de kleedkamer. En gaan we nu luisteren naar de analyse van de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff Achting en No Milk Today. Joram Hendricks, Joram, de trainer van Staphorst. Ja, dit smaakt natuurlijk in jouw situatie waar je nu zit. Dat kennen we allemaal wel zo'n beetje. Dit smaakt wel heel lekker, denk ik, hè? Dit smaakt heel lekker, ja. Dit is heel prettig. En
als je nou kijkt naar de wedstrijd, ben je tevreden? Over het resultaat, onderaan de streep zeker. Nou, en daarom smaakt hij ook zo lekker en daarom is het ook zo fijn. Qua spelbeeld, nou, ik vond het een beetje op en neer gaan. In die zin, eerst zelf vond ik echt wel dat Ulrik met name aan bal gewoon goed was, beter was dan wij. In mijn optiek zonder hele grote kansen te krijgen. De doelpunt daar buiten gelaten. Maar met name de kansen hadden we heel veel moeite mee. Nou, we wilden echt wel de linkerkant van Urk daar de bal heen en uiteindelijk daar ook gaan storen, druk zetten. Nou, dat lukte gewoon te weinig in mijn optiek. Dus daar was ik niet tevreden over. Ik vind wel de fase naar rust. We maken heel snel natuurlijk, vlak voor rust maken we de 2-1. Ook eigenlijk uit niets. En de derde is eigenlijk ook uit niets, vanuit de corner. Ik vind die fase daarna, een kwartier, 20 minuten daarna, vond ik dat wij één organisatorisch heel goed stonden. En dus ook vaker naar voren kwamen. Vaker de bal hadden, met name vanuit omschakeling. Dan moeten we in mijn optiek eigenlijk de vierde en misschien wel de vijfde kunnen maken. Ja, dan is het ook klaar. Maar als je nou even kijkt, want in voetballen zijn natuurlijk bepaalde fases in de wedstrijd van essentieel belang. 2 minuten voor rust scoren en 1 minuut na de rust. Ja, dat zijn mentaal natuurlijk ook hele belangrijke momenten. Dacht jij er ook zo over toen je op de bank zat? Nou, dat doet iets met een ploeg, ja. Kijk, we komen natuurlijk best wel makkelijk op die 2-1. En een paar minuten later fluit hij hem af voor de rust. Ja, dat is wel lekker. Dan zit je wel met een bepaald gevoel en een bepaald vertrouwen in zo'n kleedkamer. Maar goed, ik moet wel eerlijk zeggen, daarin hebben we wel alles en iedereen weer heel snel met beide benen op de grond gezet. Want ja, we vonden het gewoon niet goed. En wat jij zei, de eerste 20 minuten in de tweede helft had je de wedstrijd onder controle. Alleen, hoe heb jij de laatste kwartier op de bank gezeten? Ja, billen knijpen. Maar kijk, dat hebben wij gewoon niet goed gedaan. Urk gaat sneller buitenspelers inspelen. Gaat risico's ook nemen. Maar ja, wij stonden daar gewoon, wij hebben dat gewoon niet goed gedaan. Dus dat was echt tegenhouden. En dan krijg je nog een keer ballen die vlak voorlangs worden geschoten, vlak over worden geschoten. Een keer tegen de keeper, volgens mij, of onze keeper pakt nog een keer een bal van hem, nou, volgens mij een meter of 10, 11, recht voor het doel. Ja, dan komen we gewoon een paar keer goed weg. Bal op de paal, komen we gewoon goed weg. Dus dat staat buiten kijf. Uiteindelijk een heel goed resultaat na een wat mindere periode. Gefeliciteerd, Joram, met deze 3-1 overwinning op SV Urk en dat ook nog op de Vormt. Dankjewel. Ja, Peter. Hoe sta je hier? Ja, toch wel met een katterig gevoel. Ik vind dat we een beetje gelaten als je de wedstrijd hebt gezien. Wat Joram ook al zei, de goals die we hebben tegengegeven. Eigenlijk gewoon echt weggegeven. De eerste, maar ook wel de tweede en derde gingen vrij makkelijk. Maar ik kan niet ontevreden zijn over hoe we het aan de bal hebben gedaan. We hebben natuurlijk niet heel veel kansen weggegeven. De eerste helft hadden volgens mij wedstrijd onder controle. We konden ons er onderuit voetballen. Goede goal maken we. Echt een goede goal. Nou, ik hoor Joram zeggen dat we geen grote kansen hebben gehad. Nou, kijk nog maar eens even terug. We hebben er 2, 3 echt hele grote kansen gehad. Over links Lucas doorkomen. Er waren echt hele grote kansen. In de tweede helft ook weer een snel de 2-1. En in de eindfase blijven we voetballen. We krijgen de goede mensen aan de bal. En zijn nog in staat om een paar hele grote kansen te creëren. Dus enerzijds vind ik dat we aan de bal misschien wel onze beste wedstrijd van de afgelopen 4 hebben gespeeld, zeg maar. Alleen mag niet leiden tot het resultaat. Als ik dan zeg tot de 16 gaat het goed. Hè? En met name in die eerste helft, buiten dat tegendoelpunt, ja, dat kan gebeuren, zullen we dan maar ophouden. En dan op hele belangrijke momenten, dat je vlak voor rust en direct daarna, is dat dan toch een stukje scherpte of beleving wat men op zo'n belangrijk moment in de wedstrijd, dat je dat dan mist? Ja, het is allemaal containerbegrippen. Het enige wat ik zie is dat we bij die tweede goal in de eerste opbouw de bal van links naar de as brengen en daar de bal verliezen. En vervolgens ligt hij erin. Is dat scherpte? Ja, zeg het maar. Geen idee. We maken alleen een fout, dat zie ik. Het, ge-
gebeurt. En dan in de tweede helft breng je de nodige wissels in met het nodige resultaat. Want dan de laatste 20 minuten creëer je wel echte mogelijkheden in de 16. Ja, ze gaan er niet in. Dat is toch een euvel. Ja, euvel. Ja. Okay, we zijn allemaal genegen om die ballen erin te schieten. Wat ik al zei, ik vond dat we in die fase de goede mensen aan de bal kregen. We kwamen door, we hadden Lucas veel aan de bal, Jan veel aan de bal. De tweede helft met de wissel met Tim vond ik goed uitpakken aan de rechterkant. En dan moet je ook wat gelukkig zijn in die eindafwerking, zeg maar, in die eindfase. Ja, dat waren we vandaag niet. We hebben de mooiste kansen gehad. Als je dan terugkijkt naar een hele goede start naar de winterstop, ongeslagen. Hè? 2 overwinningen en een gelijkspel. Wat zeg je van, dat heb ik geleerd uit deze wedstrijd? Odin thuis niet. Met de andere 2 wedstrijden hebben we misschien ook wel iets meer kunnen reageren. En gebruik kunnen maken van de ruimtes die de tegenstander laat. Ja, we hebben eigenlijk de hele wedstrijd initiatief zelf moeten nemen. En hoe het nou went of verkeerd, dat is voor de meeste ploegen het allermoeilijkste. Dat je zelf veel de bal hebt, de tegenstander georganiseerd kan spelen. Gaat maar oplossen met elkaar. Vandaag waren we daar niet goed genoeg in. Ondanks dat we wel kansen hebben gecreëerd, heeft het ons in ieder geval in het afwerken niet meegezeten. Kijken wat dat weer brengt. We gaan nu weer naar een aantal ploegen toe die op papier misschien wat sterker zijn, wat meer initiatief hebben. Anderzijds kun je ook zeggen, van, ja, dan hebben wij iets minder de bal, kunnen we misschien iets meer reageren. Misschien kunnen we dat ook wel iets beter met de snelheid die we hebben. We gaan het zien, ja. Goed. In ieder geval vandaag een wat katerig gevoel. Zeker. Naar de 3-1 nederlaag tegen Staphorst. En hopelijk toch aansluiting naar die middengroep in de volgende wedstrijden behouden. Want dat is het doel natuurlijk op dit moment. Peter, dankjewel. En in ieder geval een weekend waarin je zegt van nog even analyseren. En dan vooruitkijken naar de eerstvolgende thuiswedstrijd. Waar u alle uiteraard van harte welkom bent tegen Volendam. Dank jullie wel. Ja, Peter.